Wat, en voor zo'n beslissing, hè, dat hij naar het Rijksmuseum gaat. Hij had ook naar het Van Gogh kunnen gaan of naar het Stedelijk. Maar het is dan per se het Rijksmuseum. Wat is dan de achterliggende gedachte van? Nou, daar hebben wij wel invloed op gehad. Maar het was ook een eigen wens van hem. Er was een lijstje met musea. En omdat het vanaf het begin duidelijk was, met de auto wordt echt niks. Hebben we ook gekeken naar het Scheepvaartmuseum. Maar uiteindelijk bleek dus mogelijk op het Museumplein te landen met de helikopters. Ja, je moet weten, Wim Pijbers houdt het allemaal goed bij. Maar die stuurt mij echt eens in de maand een artikel uit de New York Times over het Rijksmuseum. Dus ja, die is ook heel erg gebaat bij veel publiciteit in Amerika. Ja. En ik vind, dit is ook echt iets om trots op te zijn. Ja, want hij heeft ook een foto gemaakt met Barack Obama. Dat wordt aanstaande vrijdag wordt daar meteen een advertentie van gemaakt. Wordt in de New York Times geplaatst. Ja. Dus daar mag je ook toerisme uit verwachten uit de Verenigde Staten. Is dat ook de opzet geweest ook voor Amsterdam, het belang van Amsterdam? Ja, nou kijk, uiteindelijk ook wel. Maar het begint er gewoon mee dat je zegt, Obama is een president die wij hier in Amsterdam, en ik denk in heel Nederland, ongelooflijk waarderen. En als zo'n man belangstelling heeft om langs te komen, dan wil je gewoon een gastvrije stad zijn. Dat willen we sowieso. Maar zeker voor zo iemand. En dan ga je denken over alle moeite die het kost en alle geld dat het kost en noem maar op. En dan schiet je wel te binnen. Ja, maar goed, als de Amerikanen zien dat hun president het fijn vindt in het Rijksmuseum en in Amsterdam, en dat daar zelf voor kiest om dat te doen, dan gaan we dat ook heus wel terugverdienen. Maar dat is echt wel secundair. Maar waar praat je dan over als je het hebt over de kosten met zo'n bezoek, wat je allemaal niet... Wij hebben een begroting gemaakt, een week of wat geleden, van, ik geloof, €360.000. Voor die ene dag? Voor die ene ochtend, als u heel kritisch ja, zou zijn. Voor die ene ochtend. Voor die uur en 10 minuten. Ja, en dat is een investering, omdat op basis daarvan kunnen meer Amerikanen komen. Dat is eigenlijk het idee erachter. Ja, maar het is... kijk, zeg maar voor de uitstraling van Amsterdam. Een goede Amsterdammer zou mij teleurstellen als hij zou zeggen, nou, maakt niks uit, die kosten. Maar een goede bestuurder zou mij teleurstellen als hij ervoor opzij gaat. Want het is natuurlijk een schijntje bij wat het oplevert. Ja.